Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een mandje haken en we doen dit zonder een patroon. Ik leid je er wel door. Ik heb haaknaald nummer 9 en een XXL bol van de Action. Je maakt gewoon een lus. Kijk, ik draai hem zo. Dit is het korte eindje. Ik pak twee vingers en ik draai de lus zo en dan pak ik het korte eindje weer door die lus en dan die andere even die andere draad en dan heb je een beginlus. Dan hou je het korte eindje aan je rechterkant en de bol aan de linkerkant. We beginnen met 5 lossen. En dan sluiten we deze met een halve vaste, dus de draad om en je haalt hem door de eerste en je pakt de draad weer om en je haalt hem door de tweede. Dat is een halve vaste. Dan doe je 2 vaste steken in elke losse, dus je steekt in, je pakt je draad door, pak je draad op en je haalt hem door en dan moeten we er dus 2 in elke steek zetten. En dan pak je de volgende steek, moet je altijd eventjes kijken waar je die hebt. 1 2 1 2 1 en in dezelfde opening weer 1 Kijk, nu zijn we bijna bij de laatste. Dus 1. De volgende. En hier sluiten we de toer. Met een halve vaste. En dat betekent dat je dus de draad doorhaalt en in 1 keer pakt. Kijk, nu heb je al een rondje. Ik ga het weer plat leggen. En nu gaan we met de volgende toer. Doe je 1 losse. En dan doe je weer in elke steek 2. Dus we beginnen met deze. En dan gaan we nog een keer 2 vaste in elke steek doen. En dan weer. 1 2 1 2 en dan weer 1 2 nu gewoon helemaal doorhaken en dan pakken we elke keer 2 steken
in elke steek totdat we hier weer bij het beginnetje zijn. En je legt hem ook af en toe plat, hè? Dat je gewoon ziet van, is mijn bodem van het mandje mooi. Nou, deze toesluit je. Insteken en je draad gewoon door 2 in 1 keer, zo. Dan gaan we nog 1 rondje, gaan we weer 2 steken in elke steek zetten. Dus je zet 1 losse en dan zetten we daar weer een steek bij. Dus dit is 2. En deze toer pakken we ook weer 2 steken in elke steek. Kijk, en je ziet dat hij nu gaat golven. Dus de volgende toer gaan we op gevoel werken. Dan gaan we niet meer 2 steken in elke steek zetten. Dan gaan we hem op gevoel en leg je hem elke keer plat. Dus dan hoef je niet te tellen of te meten. Kijk, hij begint te golven, dus we gaan de volgende toer pakken we er geen 2 meer, maar dan gaan we het even op gevoel dat hij goed plat gaat liggen. Nu zijn we nog steeds bezig met 2 vaste in 1 steek. En nu zijn we bij het einde van de toer.
Hij golft ontzettend, maar dat maakt niet uit. We zetten hem nu vast. Met een halve vaste. En dan gaan we 1 omhoog. En nu gaan we 1 vaste in elke steek doen. En dan gaat hij dadelijk meer recht liggen. 1 vaste in elke steek. En je hoeft niet te tellen, want je gaat het gewoon op gevoel doen. We gaan daarom nu deze toer alleen maar 1 vaste doen in elke steek. En dan gaan we hem plat neerleggen. Even kijken waar het beginnetje is. Ik pak er even een marker bij, dat is toch makkelijker. Dan kan je de eerste steek, kan het niet missen. Kijk, hij begint al aan deze kant, ik zal het laten zien, platter te worden dan aan deze kant, omdat je hier natuurlijk die vorige toer hebben alles geminderd en we gaan nu gewoon 1 steek in elke steek zetten. Dus we moeten deze toer nog afmaken. Kijk, je ziet dat ik af en toe hier gewoon aan mijn werkje trek om de opening goed zichtbaar te maken. Hij krult nog flink. En we maken de toer weer dicht met een halve vaste.
Kijk, hij krult nog. Dus we gaan nu nog even verder met alleen één vaste in elke steek. Kijk, je kan ook dadelijk voor jezelf kijken als jij bezig bent. Als hij dan begint te krullen, dan als hij gaat golven, dan maak je geen extra vaste. En je trekt het krom, dan pak je wel een extra vaste. Dus ja, dan moet je even voor jezelf kijken. Of hij gaat golven of niet gaat golven. Kijk, deze golf nog steeds. En dan doe ik geen extra meerdering erin. Dus gewoon één in elke steek. En dan gaan we dadelijk weer kijken hoe dat hij ligt. En ik zie al, ik heb net de marker eruit gehaald, maar dat maakt niet uit. Je blijft gewoon, zie je, het begint al helemaal mooi te liggen. Hij wordt steeds echt platter. Dus in de gaten houden, twee vaste in en los als je denkt dat het nodig is. En als hij gaat golven, ja, dan geen extra vast, hè, want dan gaat hij gewoon... Als je twee vaste in één steek doet, dan kan hij gaan golven. En als je dat, als hij gaat trekken, zeg maar, dus eigenlijk meer in elkaar gaat trekken, dan moet je dus wel een extra vaste erbij doen. Dan moet je een beetje een gevoeletje in krijgen en dan kan je dit ook. Kijk, hier golft hij nog. Maar ik wil een mandje maken, dus moeten we daar ook een beetje kijken dat we hem weer omhoog gaan werken. En omhoog werken is eigenlijk weer minderen. Nou, we gaan nog eventjes verder. Kijken of ik het begin nog kan vinden, maar het maakt niet uit, je blijft gewoon in de ronde. Nee. Ik heb al ergens de steekmarkeerder eruit gehaald en we gaan gewoon verder. Het heeft al een beetje zo de gewenste lengte voor mij, hoor. Het is al, ik wil gewoon een klein mandje en dan werk je een beetje die zijkant omhoog. Dus ik zit nu wel aan te denken om te gaan
minderen. Ja, nu gaan we gewoon minderen. En minderen is dat je dus eentje overslaat. Je slaat gewoon deze over. En dan doe je zeg een stuk of 6 vaste. Nou, we zullen met 6 vaste beginnen. 1, 2, 3. Weer in elke steek. 4, 5, 6. En dan sla ik er weer 1 over. En dan ga ik er weer 6 in elke steek. Vijf, zes. Kijk, en je ziet dan gaat het weer als een mandje omhoog. En dan sla ik er weer 1 over. En als je weer 6 vast hebt gedaan, dan sla je weer 1 steek over. En je doet weer 2, 3, 4, 5, 6. En je slaat weer 1 over. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ik zei in het begin, je hoeft niet te tellen, maar ik ben toch iemand van het ritme. En je kan het ook gewoon op gevoel doen, hoor. Je ziet het vanzelf, hoor, als je gaat golven of doen. Kijk, je wil gewoon een mandje en dit wordt een mandje. Kijk, zo begint het al, ga je al omhoog werken. Even kijken waar ik er een over had geslagen, want nu heb ik even zitten praten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 overslaan, 1, 2, en dan weer nog 4, 3, 4, 5, 6 en een losse en 1 over. Oh, sorry, die losse is niet nodig. Je gaat dus 1 overslaan en weer 6 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan sla je er weer 1 over en dan ga je weer 6. Bijna 1, 2, 3, 4. 5, 6. En nu ga je echt in de hoogte. Kijk, want je hebt nu door het om de 6 minderen heb je er een rand aan gemaakt. En nu ga je zeg maar de
buitenrand erop zetten. En nu haak je gewoon, je doet niet meerdere of mindere, je haakt gewoon verder nu met elke. Steek een vaste. Dan leg ik hem weer toch weer even neer. En dan voel je even hoe dat die zit. Ja, je kan nu gewoon de rand verder haken. Elke steek zet je een vaste. Nou, dan ga ik eventjes 10 minuten verder haken. En dan kijk hier, het is het begin. Het is best wel een grote opening, die trek ik wel even aan. Zo. Ja, dan zie ik jullie dadelijk terug. Nu zijn we weer een stukje verder met die zijkant. Dus ik haal hem eventjes de haaknaald eruit. Ik vind hem zelf al hoog genoeg. Maar als jij zegt van ik wil mijn mandje hoger. Ja, je haakt gewoon door. En daarna werk je dit af. En de draad die stop je onder deze rand. Gewoon even links van voor en dan weer hierdoor en hierdoor en dan werk je hem netjes af, net als de begindraad, die werk je ook netjes af, die trek je gewoon goed aan en dan doe je met de stopnaald aan de onderkant erdoor. Ja, ik vond het echt een schattig mandje en bij mij, het is bijna Pasen, dus ik had al gedacht een paar eitjes erin en ik zou zeggen een fijne Pasen alvast en lekker haken. Ik kan er overal van allerlei soorten dingetjes in doen, ook je bolletjes wol als je zegt van ze komen door elkaar, maak een leuk mandje en of je make-up spulletjes of een bakje brood of ja, het is maar net wat voor garen dat je hebt en wat een beetje erbij past. Dankjewel voor het kijken naar Iedereen Kan Haken. Ik hoop dat je doet abonneren. Want abonneren is toch wel heel fijn voor ja, dat ik weer nieuwe dingen kan maken. En abonneerknop zit hieronder. En duimpje omhoog is ook leuk. En ik zie je tot de volgende keer. Dank je voor het kijken.